Frans Timmermans, staatssecretaris van Europese Zaken. Ik en de zaal waren zwaar onder de indruk van uw opening. Thema wat ik eruit oppakte was fear can be fun. Hoe maken we angst tot iets wat positief is? Door het recht in de ogen te kijken, door het niet te ontkennen, door niet te doen alsof het er niet is. Maar door ook meteen in te zien dat die angst ons kan helpen iets op te lossen. En niet alleen maar ons moet bevestigen in het feit dat we niks kunnen doen. En hoe doet u dat zelf? Waar bent u bang voor, zeg maar? En hoe doet u er dan iets positiefs mee? Nou, waar ik bang voor ben, is wat er met ons milieu gebeurt. Ik ben echt heel erg bang voor wat klimaatverandering met onze wereld doet. En ik probeer dus al mijn kracht in te zetten om daar iets positiefs tegenover te stellen. Maar er zijn ook hele persoonlijke angsten die ieder mens heeft. Waar ik bijvoorbeeld ontzettend bang voor ben, ik heb 4 kinderen, is dat er iets met de kinderen gebeurt. Dus daar probeer je ook handen en voeten aan te geven door de kinderen zo sterk mogelijk te maken. Door ze goed op te voeden in het verkeer, door ze goed op te voeden in de omgang met andere mensen. Door ze krachtige burgers en zelfstandige burgers te maken. Dat is wat ik probeer te doen. Ander thema was ongeveer we need to rethink everything. We moeten kijken naar andere politieke structuren, we moeten onze samenleving anders organiseren. Waarom eigenlijk? Omdat het nu niet werkt. We hebben lange termijn politieke visie nodig. Lange termijn veranderingen. Daar moet je mandaat voor hebben in de democratie van de bevolking. De bevolking geeft de politiek niet langer het mandaat om lange termijn veranderingen door te voeren. Dus is er iets mis met het politieke systeem. Heeft u een richting van oplossing? Ja, ik denk dat er zijn heel veel verschillende oplossingsrichtingen. De eerste plaats is natuurlijk dat je moet erkennen dat je tegenintuïtieve maatregelen moet nemen. En mensen moeten overtuigen, luister eens, dit voelt niet goed, maar het moet wel. En ik denk ook dat we in Nederland, maar dat is lange termijn denken, moet wel gebeuren, is moeten nadenken of onze politieke structuren of onze instellingen nog wel passen bij deze tijd. Het zijn instellingen van een tijd die lang voorbij is. Dus misschien moeten we daar eens eerlijk over durven praten.